Beste agrarische ondernemer, ik ben Johan Koolpaert, voorzitter van Fedagrim. Als beroepsfederatie van de landbouw- en tuinbouwmachinesector organiseren wij om de 2 jaar Agribex, de nationale landbouwbeurs in Brussel. Net zoals jullie zijn de meeste van ons leden zelfstandige ondernemers die nauw betrokken zijn bij het succes van de land- en tuinbouw in België. Kortom, hebben jullie succes op professioneel vlak, dan doen ook wij het goed. Ondanks dat we in ons land de beste klimatologische omstandigheden hebben, dat wij de meest geavanceerde technieken beheersen, staat u als landbouwer, loonwerker of tuinaannemer voor grote uitdagingen. Ik ben begaan met deze bekommernissen en daarom wil ik u samen met alle leden van onze federatie nieuwe ideeën aanreiken om u en onze toekomst veilig te stellen. Op de komende editie van de beurs bouwen we een thema-eiland rond smart farming, waar de nieuwste technieken op het gebied van akkerbouw worden gedemonstreerd. De toepassing van drones, bodemscanners en slimme sensoren is niet meer weg te denken uit het toekomstbeeld van deze sector. Op het thema-eiland Feed the Future nodigen wij de veehouder uit om na te denken over de toekomst van de sector. Wij tonen u wat vandaag al mogelijk is op het gebied van alternatieve eiwitbronnen en wat de mogelijkheden zijn op het gebied van sensoren. Tevens kan u terecht met al uw vragen over de nieuwe pasregelgeving. Wij willen en moeten ook aandacht schenken aan de opleiding van land- en tuinbouwtechnici. Met een levensechte werkplaats waar jongeren sleutelen aan de meest complexe landbouwmachines, willen wij hen aantonen dat ook de landbouw hen voldoende uitdagingen kan bieden. Ten slotte bouwen wij voor de professionals uit de tuin- en groenzones een ontmoetingsplatform waar zij dagelijks op de hoogte gebracht worden over de nieuwste trends in de sector en waar zij onder experten hun ervaringen kunnen uitwisselen. Kom van 8 tot 13 december naar Brussel Expo. Ontmoet er uw collega's en laten we kijken hoe we al onze uitdagingen samen kunnen aanpakken.